Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijdt. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Dit is het tweede deel van het filmpje waarin we gaan kijken naar de samenvatting van hoofdstuk 5. En we waren gebleven bij theorie D van paragraaf 2. Dus het lijkt alsof we nog heel veel moeten doen, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Dus we gaan snel beginnen. Ze hebben het over het oplossen van dit soort vergelijkingen. Hoe los je dit nou op? Hè? X tot de macht 1,8 is 10. Nou, het zal je niet verbazen dat hier niet een mooi antwoord uitkomt. Maar je moet het wel exact en algebraïs kunnen oplossen. Hoe moet dat dan, meneer? Nou, als volgt. Kijk, je kunt zo'n macht wegkrijgen door tot de macht iets te doen. Waardoor het weggaat. Maar waarmee moet je dan tot de macht doen? Nou, tot de macht 1 gedeeld door 1,8. Want als ik 1,8 vermenigvuldig met 1 gedeeld door 1,8 is het antwoord 1. Dus x is 10 tot de macht 1 gedeeld door 1,8. En dit is het exacte antwoord. Je zou het ook nog als een mooie breuk kunnen schrijven. Maar je kan het ook nog op je rekenmachine uitrekenen door het gewoon in te vullen. Lieve wiskunde A, jonge dame, ga eens recht zitten of zo. Marwaan die heeft al zijn aandacht nodig bij dit. Oké. Goed. Even intoetsen in de rekenmachine. Dus 10 tot de macht 1 gedeeld door 1,8 en dan op 3 decimalen geeft dat 3,594. Dit is exact en dit is algebraisch, maar niet exact, want ik heb het af zitten ronden natuurlijk. Oké. Nou, zo gaat dat. Maar meneer, hoe moet ik het dan variabelen vrijmaken? Nou, op dezelfde manier. Dus als hier staat, x tot de macht 1,8 plus 1 is gelijk aan y en ik moet x vrijmaken. Dan breng ik de 1 naar de andere kant. Dan zeg ik x tot de macht 1,8 is y min 1. En dan zeg ik, oh, dan is x gelijk aan y min 1 tot de macht 1 gedeeld door 1,8. En ik vind het mooier om dit te schrijven als de 1,8ste machtswortel. Ja, ze zijn hier boven aan het verbouwen. Misschien hoor je het in het filmpje ook. Maar dat is zo waarschijnlijk weer afgelopen, hoop ik. En wat ik op zichzelf persoonlijk ook wel mooi vind, is om even van die 1 gedeelde 1,8 een breuk te maken. En als je te beroerd bent om het uit je hoofd te doen, dan vraag je het aan je rekenmachine. Dan zeg je, oh, 1 gedeelde 1,8. Welke breuk is dat? Oh, dat is 5,9. Dan zie je dat. Maar als je dat niet direct ziet, dan doe je een mat, pijltje wrak. En dan zegt die rekenmachine, dat is 5,9. Dus je zou dit ook kunnen schrijven als de 9e machtswortel van y min 1 tot de 5e. Nou, dit is de mooiste manier waarop ik het kan schrijven, maar dit is eigenlijk al goed. Ja? Dus exact oplossen en algebraïs oplossen, vrijmaken is hetzelfde. Goed, paragraaf 3. De standaardfunctie g tot de macht x. Merk op dat g tot de macht x geen machtsfunctie is. Bij een machtsfunctie staat de x onder in het grondtal en is de exponent een vast getal. Hier is de exponent een variabele. Dit is een exponentiële functie. Een heel ander soort functie dan een machtsfunctie. En dat weten jullie ook, want je hebt hoofdstuk 9 gehad en daar heb je ze leren differentiëren. En het differentiëren van g tot de macht x, dat was heel wat anders dan het differentiëren van x tot de macht g. Toch? Dus dit zijn exponentiële functies. Hoe zien die eruit? Nou, ze kunnen op twee manieren eruit zien. Als het grondtal groter is dan 1, dan ziet het er zo uit. Dan is het een toename. En als het grondtal tussen 0 en 1 is, dan ziet het er zo uit. Dan is het een afname. Zie je dat? Het is allebei groei. Dit heet wiskundig gezien is afname ook groei. Maar ja, dit is duidelijk een stijgende functie, dit is een dalende functie. Dus deze heeft twee gedaantes, namelijk zo en zo. Nou, leuk. En deze functies, die kun je dan vervolgens gaan tekenen. En je kan ze ook gaan verschuiven. De translaties die we net besproken hadden voor de machtsfuncties, weet je nog? Hier aan het begin, in het vorige filmpje.
deze. Dat je de horizontaal en verticaal kan schuiven. Nou, dat kan ook met exponentiële functies. En er is nog iets anders wat je kan doen. Je kan het ook vermenigvuldigen met een getal ten opzichte van de x-as. En er is iets leuks met exponentiële functies. En dat is alleen zo met exponentiële functies. En dat zal ik laten zien. Dus stel je voor dat ik uitga van de functie 2 tot de macht x. Ja? Als ik die nou eens keer 4 doe ten opzichte van de x-as. Dus keer 4 ten opzichte van de x-as. Wat is dan de functie? Y is 4 keer 2 tot de macht x, meneer. Toch? Maar die 4 kan ik schrijven als een macht van 2. Welke macht van 2 is dat? 4, 2 tot de macht? 2. 2 tot de macht 2. En 2 tot de macht 2 keer 2 tot de macht x kan ik met die rekenregel uit de onderbouw schrijven als 2 tot de macht x plus 2. Hey! Het vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met 4 is hetzelfde als het opschuiven van 2. Welke kant op? 2 naar rechts of 2 naar links? 2 naar links van de functie. Dat is grappig. En dat is alleen bij exponentiële functies zo. 2 naar links is kennelijk hetzelfde als keer 4 doen als het grondtal 2 is. Fantastisch, hè? Vinden jullie dit niet mooi? Oké, nou, misschien vinden sommige mensen het mooi. Dan... hebben ze het hier over exponentiële ongelijkheden. Ongelijkheden, mensen. Ongelijkheden. Bij ongelijkheden moet je dat heel goed aan het domein denken. Maar dat heb je eigenlijk meer met de wortelfuncties en zo. Het voert een beetje te ver om bij een algemene herhaling van het hoofdstuk dit te doen. Maar ik wil jullie daar wel op een ander moment nog even mee lastigvallen. Oké, exponentiële vergelijkingen algebraisch oplossen. Exponentiële vergelijkingen, algebraisch of exact oplossen. Hoe doe je dat? Je hebt een vergelijking en je doel is het volgende. En ik geef een voorbeeld, want dit is wel erg abstract. Het doel is dat ik aan beide kanten hetzelfde grondtal krijg. En zodra ik aan beide kanten hetzelfde grondtal heb en verder niks, dan kan ik zeggen, oh, dan moeten die exponenten gelijk zijn en dan kan ik verder. Dit ziet er best makkelijk uit, meneer, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, bijvoorbeeld deze. Even een voorbeeldje uit het boek. Dus ik heb als functie 8 keer 2 tot de macht x is gelijk aan 4 tot de macht x plus 1. Nou, je ziet dat ik niet hetzelfde grondtal heb en je ziet dat ik hier nog iets voor heb staan. Dat mag niet. Ik wil alleen maar een grondtal tot de macht iets en een grondtal tot de macht iets. Dus alles moet in die exponent gepropt worden. En die grondtallen moeten ook gelijk zijn. Dus hoe doe ik dat? Nou, het blijkt, en dat is bij deze sommen altijd zo, die 8 is een macht van 2. 8 is 2 tot de derde, toch? Dus dit is hetzelfde als 2 tot de derde keer 2 tot de macht x. En die 4, dat is ook een macht van 2. Dat is eigenlijk 2 tot de tweede. Dus ik heb alle getallen die me niet aanstaan, heb ik geschreven als machten van 2. Zie je dat? En nu heb ik hem dus in de vorm 2 tot de macht x plus 3 is gelijk aan 2 tot de macht 2 keer die en 2 keer die. Ja, het is teleurstellend dat leerlingen dat dan doen zijn, maar goed, wat doe je eraan? Zie je dat ik nu hetzelfde grondtal heb? 2 tot de macht iets en 2 tot de macht iets. Dit is wat ik wilde. Dit is mijn doel. Ik heb het doel bereikt. Nu kan ik verder met de som. Want nu zeg ik, de exponenten moeten gelijk zijn. Dus x plus 3 moet gelijk zijn aan 2x plus 2. Dus dan breng je de 2x naar de andere kant. Dan krijg je min x. Dan breng je de 3 naar de andere kant. Dan krijg je min 1. Hè, want 2 min 3 is min 1. Min x is min 1. Dus x is 1. Ja? Oké. En dan heb je op die andere pagina heb je een paar hele leuke sommen. Bijvoorbeeld 3 tot de laatste paragraaf is een wiskunde A paragraaf. Daar kunnen we snel doorheen. Bijvoorbeeld 3 tot de macht x plus 1. Min 3 tot de macht x min 1 is gelijk aan 8 wortel 3. En dan word je misschien een beetje wanhopig. Dan denk je van, wat een 8? Een 8 als macht van 3. Een 8 is helemaal geen macht van 3 met een mooi getal.
dit is hopeloos. En wat moet ik met die x plus 1 en die x min 1? Nou, heel veel leerlingen, die zijn een beetje wanhopig soms. En die zeggen dan van, weet je, ik tel dit wel gewoon op. Dus dan zeg ik van, dat is dan 3 tot de macht 2x of zo. Weet je wel, we tellen dan gewoon exponenten op. Dat mag niet, dat is geen regel. Ja? Je moet die, als ik hier 2 dingen bij elkaar opgeteld of afgetrokken heb, mag je niet zomaar die exponenten bij elkaar gaan optellen of aftrekken. Dat is onzin, dat is heel slecht. Hoe je dit oplost, is dat je juist die plus 1 en die min 1 eruit gaat halen. Dus je zegt, hé, hey, dit is 3 tot de macht 1 keer 3 tot de macht x. En dit is 3 tot de macht min 1 keer 3 tot de macht x keer 8 plus 8 keer wortel 3. Ik heb nog steeds die 8, meneer, daar kan ik niks mee. Nee, wacht maar, die 8 gaat vanzelf weg als je dit braaf doet. Oké, wat is 3 tot de macht 1? 3. Dus hier staat 3 keer 3 tot de macht x. Wat is 3 tot de macht min 1? Dat was 1 gedeeld door 3, weet je nog? Dus keer 3 tot de macht x, dat is 8 wortel 3. Oké. Nou, dit ziet er misschien een beetje eng uit. Maar hier staat, ik heb 3 dingen. 3 tot de macht x min een derde 3 tot de macht x. Ik heb 3 dingen en een derde ding. Als ik dat van elkaar afhaal, 3 is 9 derde, toch? Dan heb ik 8 derde dingen over. Dus ik heb 8 derde, 3 tot de macht x is 8 wortel 3. Zie je dat? 9 derde min 1 derde is 8 derde. Waarom mag dat, meneer? Nou, als je hebt 5x min 2x, wat was dat? 3x. Waarom was dat zo? Nou, dit is x plus x plus x plus x plus x min x min x. En dat is dan 3x, want dan gaan 2x'en weg. En de regel is dat je gewoon die getalletjes van elkaar af moet halen. En dat werkt alleen maar als deze dingen hetzelfde zijn. Als het gelijksoortig is. Maar deze dingen zijn gelijksoortig. Dus allebei 3 tot de macht x. Dus ik heb 3 keer 3 tot de macht x min een derde keer 3 tot de macht x. Dan mag ik die 3 min een derde doen. En dan die 3 tot de macht x laten staan. Net als hier. Ja? Oké. Okay. Hey mensen, ik kan beide kanten delen door de 8. Beide kanten vermenigvuldigen met 3. Dan staat er 3 tot de macht x is 3 keer de wortel van 3. Maar 3 was 3 tot de 1e. En wortel 3 was 3 tot de 1/2. En dit is dus samen 3 tot de macht 1/2. Dus dat betekent dat x gelijk is aan 1/2. Ja? Dit is een belangrijk soort som. Oké? Okay? Goed. Exponentiële groei. Groeifactor, groeipercentage. Oké. Okay. Dit is een beetje de wiskunde A-paragraaf. Even kijken. Hebben we nog ruimte? Ja, hier. Dat is leuk. Je hebt wiskunde A, toch? Ja, heb je al groeifactoren en zo? Oh, oké. Okay. Dat is leuk. Dan moet je even meekijken. Dit is grappig. Dit kan je volgen. Oké. Okay. Dus stel je voor dat iets groeit met 10% per week. Ja? Nou, op de basisschool zeggen ze dan wat is 1% en dan keer 10 en dat er dan bijtellen. Wij zeggen bij wiskunde van weet je wat, als ik een toename heb van 10% per week, dan moet ik gewoon vermenigvuldigen met 1,1. Hoe reken je dat uit? Nou, je doet die 10% gedeeld door 100% en je telt er 1 bij. En dan krijg je die 1,1. Dit is je procentuele toename, dit is de groeifactor. Dus dat gaan we even oefenen. Dus als ik een toename heb van 20%, wat is dan de groeifactor? 1,2. En als ik een groeifactor heb van 300%, wat is dan de groeifactor? Oh, sorry, als ik een toename heb van 300%, wat is dan de groeifactor? 4. Heel goed, sommige mensen denken 3. Als ik een groeifactor heb van 1,05, welk groeipercentage hoort er dan bij? 5%. Maar meneer, dit trucje werkt alleen maar die kant op. Je kan het ook terug doen. Dan zeg je, ik doe min 1 en dan keer 100%. Dus min 1 keer 100% geeft altijd het groeipercentage. Meneer, kan dit ook met een afname? Ja hoor, want als je een afname hebt van 5%, dan is de groeifactor, nou gedeeld door 100% plus 1, keer 0,95. Een afname van 5% is hetzelfde als vermenigvuldigen met 0,95. Een afname van 80% is hetzelfde als vermenigvuldigen met 0,2. Dus op deze manier kan je altijd een groeipercentage, een toe- of afnamepercentage omrekenen naar een groeifactor. En die groeifactoren zijn vet belangrijk. En dat heb je vooral nodig
als het gaat om het omrekenen van groeipercentage naar een andere tijdseenheid. Dus stel je voor dat iets 10% toeneemt per week. Hoeveel neemt het dan toe per dag? Nou, de naïeve manier is delen door 7. Dus zullen we dat even proberen? Dus we hebben hier die 10%. En die delen we door 7. Nou, dan zeggen we een toename van 10% per week is een toename van 1,4% per dag. Nou, laten we even kijken of dat kan kloppen. We maken hier een groeifactor van. Dus we delen hem door 100. En we tellen er 1 bij. De groeifactor is dit. En dat doe ik dan tot de macht 7. En ja, daar zou dan 1,1 uit moeten komen, toch? Want de groeifactor per week was 1,1. Nou, dat komt er niet uit. Dat komt uit 1,104. Hé, hey, dat is niet 10% per week. Dat is 10,4% per week. Zie je dat? Dus die methode van zomaar delen door 7, dat faalt. Dus hoe reken je een groeipercentage om van de ene tijdseenheid naar de andere tijdseenheid? Nou, als volgt. Je zegt, ik heb 10% per week. Daarbij hoort de groeifactor 1,1. Ik wil het weten per dag. Dan doe ik die groeifactor tot de macht 1 zevende. Dus ik doe niet de 10% gedeeld door 7. Nee, ik doe de groeifactor tot de macht 1 zevende. En als ik dat doe, krijg ik dus 1,1 tot de macht 1 zevende. Zo. En dan kom ik uit op 1,014, afgerond. 1,014. Dus mijn groeipercentage per dag is 1,4%. En nou realiseer ik me dat het domme antwoord, dat geeft afgerond op 1 decimaal ook 1,4%. Maar toch moet je het op deze manier doen. Ja? Oké, mooi hè? Dus op deze manier kan je groeipercentages omrekenen naar een andere tijdseenheid, namelijk via de groeifactor. Nou, dan moet je een formule kunnen opstellen van exponentiële groei. En als je al deze theorie begrijpt die ik heb uitgelegd, kan je dat eigenlijk al. Maar ik zal toch nog even een voorbeeldje geven. Dus ik heb hier t, ik heb hier n, ik heb hier een exponentiële groei. Huppakee. Bij t is 3 is het aantal 10. En bij t is 8 is het aantal 19, weet ik veel wat. Ja? Hoe breek je dan de exponentiële de formule? Nou, de algemene formule is dit. N is b keer g tot de macht t. B is begingetal, g is groeifactor. En de beste manier om hier chocola van te maken is om het gewoon allemaal even in te vullen. Dus we vullen eerst de 3 en de 10 in. Dus dan zeg je b keer g tot de derde is 10. En dan vullen we de 8 en de 19 in. En b keer g tot de achtste is 19. Nou, dan kan je deze door elkaar delen. Je kan doen deze vergelijking gedeeld door die vergelijking. Meneer, wat een onzin! Vergelijkingen door elkaar delen. Wat is dit voor een les? Nou, mag dat wel, meneer? Nou, als ik deze vergelijking heb. Als a is b, ja? En c is d. En c is ongelijk aan 0 en d ook. Zijn jullie het met me eens dat a gedeeld door c dan ook gelijk is aan b gedeeld door d? Even een voorbeeld. Hè? Je hebt 2 is gelijk aan 2. 3 is gelijk aan 3. Hè? Is 2 derde dan ook gelijk aan 2 derde? Ja, de. Want deze zijn gelijk en die zijn gelijk. Dus als ik die door elkaar deel, is het nog steeds gelijk. Dat doe ik. Dus ik doe die gedeeld door die. Dus dan krijg ik b keer g tot de achtste gedeeld door b keer g tot de derde is 19 gedeeld door 10. Ofwel, nou de b's vallen weg. G tot de achtste gedeeld door g tot de derde is g tot de vijfde. Dus g tot de vijfde is 1,9. Maar als g tot de vijfde 1,9 is, dan is g 1,9 tot de 1 vijfde. Ofwel de vijfde machtse wortel van 1,9. Dus die gaan we even op de rekenmachine uitrekenen. Je hebt een knop voor de vijfde machtse wortel. Zit bij mat en dan optie 5. Dat is x wortel, deze. En dan kom je uit op een groeifactor van 1,137 afgerond. Zo. En nu moet je die b nog berekenen. Hoe bereken je b? Waarom zegt niemand punt invullen? Punt invullen. Ja.
Je berekent altijd b door een punt in te vullen. Dat is ook bij lineaire functies zo, dat is hier ook zo. Welk punt vul je in? Maakt niet uit, één van de twee. Dus je gaat zeggen, b keer 1,137 tot de derde is 10. Ofwel, b is 10 gedeeld door 1,137 tot de derde. Oké, mensen... Je gebruikt hier voor het berekenen van je b niet de afgeronde g. Je gebruikt de onafgeronde g die in je rekenmachine zit. En je mag het zo opschrijven, dat is geen probleem. Dus je toetst in op je rekenmachine 10 gedeeld door het antwoord van zojuist tot de macht 3. En dan krijg je als begingetal 6,8. Afgerond. Dus onze conclusie is n is 6,8... maal 1,137 tot de macht t. Mooi, hè? Is alles duidelijk daarachterin? Ja. Oké, probeer dan even je mond te houden. Goed. Nou, dat was het hele hoofdstuk. Dus ik denk dat ik het filmpje even ga afsluiten en dan ga ik voor jullie wat sommetjes bedenken. Is dat een goed idee? Oké. Nou, dan sluiten we het af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan falen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt, yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft, yeah.